Het is een bouwplaats waar in totaal ongeveer 120.000 zonnepanelen gemonteerd gaan worden. Dat zie je hier achter ons. Dat is een terrein van ongeveer kleine 40 hectare. Sinds juni zijn hier de werkzaamheden begonnen. En naar verwachting lijkt het begin november al klaar te zijn. Maar het wordt pas in december echt helemaal opgeleverd na een uitgebreid testprogramma. We staan op dit moment hier bij dit oranje of roze blokje, wat ook het verzamelpunt is. Ja. Alle onderdelen van, van die onderbouw, hè, ook wat er in de grond zit, dat wordt zo aangeleverd dat je het hier eigenlijk alleen nog maar in elkaar hoeft te schroeven. Dus alles wordt op maat geleverd. Kom een beetje dichterbij, alsjeblieft. Als alle zonnepanelen er liggen, is dit ongeveer 1 kilometer zonnepanelen. Dat is inderdaad een schitterend fotomomentje. Dus dat is een belangrijke zichtas hier in dit project. Die eerste posities die worden echt met GPS door een landmeter ingemeten. Ja, dit is een 40 megawatt park, ongeveer 40.000 kilowatt. Dus het zijn 120.000 panelen van elk ongeveer 300 watt. En dat is het equivalent van het verbruik van ongeveer 10.000 huishoudens. Dus ja, helaas, er zit hier geen opslagmogelijkheid in. Dus het is echt wel produceren. Als de zon schijnt, maar ook als het bewolkt is, komt er een behoorlijk productievolume uit. Het gaat natuurlijk naar het net via de netbeheerder Enexis. En samen met alle andere productieinstallaties zorgt dat echt voor een uitgebalanceerd net. Dus het is gelukkig niet zo dat je alleen maar je kerstlampjes kunt aandoen als hier de zon op schijnt. Daar zitten verschillende soorten kabel in. Ten eerste van de zonnepanelen naar de omvormers. Dat is eigenlijk de eerste stap. Dat zijn hele dunne kabeltjes waar een klein beetje gelijkstroom doorgaat. Dat is bij elkaar, schatten we, 250 kilometer kabel. Dan zit er ook heel veel zwaardere kabels in waar de wisselstroom doorheen gaat. En dat schatten we op ongeveer 120 kilometer. Maar het wordt pas in december echt helemaal opgeleverd na een uitgebreid testprogramma. Dus de kerstbomen die kunnen branden op stroom van de zon. Als we geen sneeuw hebben, tenminste. Ja.